Goedenavond, het is vandaag donderdag 11 augustus en dit is een nieuwe aflevering van Achterklap. Gregory Rusland, politieke partijen dienen zich aan uitspraak constitutioneel hof te houden. De toetsing van artikel 9 in samenhang met artikel 24 van de kiesregeling door het constitutioneel hof vond vrijdagochtend 5 augustus plaats. Het ging hierbij niet om de manier van kiezen van de verschillende politieke partijen, maar om de wet die voorschrijft hoe deze politieke partijen hun aantal volksvertegenwoordigers zullen krijgen in de verschillende districten. Belangrijk te weten is dat de constitutioneel hof geen wetten mag veranderen. Ze heeft de kiesregeling slechts getoetst. De Nationale Assemblee zal zelf een wetsverandering moeten brengen door middel van de navolgende overwegingen van het hof. Wij spraken met de voorzitter van de NPS, de Nationale Partij Suriname, Gregory Rusland. Dames en heren, vandaag praten wij met de voorzitter van de Nationale Partij Suriname, de NPS. Wij praten met Dr. Gregory Rusland. En we gaan vandaag met hem praten over zijn bevindingen en zijn kijk naar de uitspraak van het constitutioneel hof, waarbij het hof op vrijdag 5 augustus een toetsing heeft gedaan ten aanzien van onze kiesregeling. Ze zijn tot het besluit gekomen op 5 augustus jongstleden dat onze kiesregeling strijdigheden vertoont met de relevante wetgevingen in ons land en ook met internationale verdragen. Meneer Rusland, dank dat u uw tijd neemt om met mij te praten. Wat zijn uw eerste opvattingen ten aanzien van deze uitspraak? Ik moet zeggen dat wij in ieder geval vanuit de NPS de uitspraak hebben gevolgd. We moeten zeggen dat dat in lijn is met de verwachtingen, de positie van de NPS, zoals dat op dit moment staat met betrekking tot onze kiesregeling. U weet dat wij een kiesregeling hebben die intussen reeds ongeveer 35 jaar geleden is goedgekeurd. Dat is in 87, tijdens de militaire periode. En als we kijken naar de ontwikkelingen van het land over die 35 jaar, dan moet het, zoals het bij alles gebeurt, dat je continu zal moeten evalueren en moet nagaan als er bijstelling nodig is. Wij denken dat wij op het punt waren beland, of zijn beland, waarbij bijstelling van het kiessysteem toch wel noodzakelijk is. En u weet, de afgelopen jaren hebben wij aangegeven dat wij vinden dat het een rechtvaardiger systeem zou moeten zijn. En ik denk dat als we luisteren naar de uitspraak van het constitutioneel hof, dan komt men tot diezelfde bevindingen. Dus wat dat betreft, denken we dat dat positief is voor wat betreft in ieder geval de verdere ontwikkeling van ons kiessysteem naar de toekomst toe. Ja, meneer Rusland, maar mensen vragen zich in gemoede af. Uw partij is vanaf 1987 ruim 4 keren aan de macht gekomen. Ruim 4 keren. De 1 keer ook met president Shankar. Die is jammer genoeg met een telefoonkoop naar huis gestuurd. Maar daarna is uw politieke constellatie, uw partij, ook nog 3 keren aan de macht gekomen. 1 keer alleen, dan wel in coalitie. En 2 keer back-to-back ook in een coalitie. Waarom heeft uw partij toen het niet kunnen inzien dat het onrechtvaardig was? En waarom ziet de partij het nu wel? Zeggen van, ook dat zijn ontwikkelingen, hè, die je moet bekijken. Waarbij je ziet dat als we praten over de afgelopen 35 jaar, kan je zeggen dat bijna elke partij die op dit moment vertegenwoordigd is op het hoogste niveau in de regering heeft gezeten. We hebben er allemaal gezeten. En ik zeg van, ik ben nu ongeveer 10 jaar voorzitter van de NPS. En ik moet zeggen dat vanaf het begin, ik heb aangegeven van luister, we moeten naar het kiessysteem kijken. Maar misschien is het nu de tijd om toch wel concrete acties te ondernemen. In ieder geval maken wij ons hard daarvoor om die acties te ondernemen om een systeem te ontwikkelen. Waarbij we zeggen dat dat gedragen wordt door brede lagen van die samenleving. Want je gaat nooit iedereen tevreden krijgen. En laten we in ieder geval zeggen, niet zeggen van luister, nou, we hebben dat systeem al en we kijken daarnaar. Omdat ik in ieder geval vind dat wanneer we kijken naar de toekomst
En we kijken naar onze jongeren die zo meteen van ons gaan overnemen en verder moeten gaan om dit land te ontwikkelen op het hoogste niveau. Dat je ze in ieder geval wat dit stukje betreft een goede basis moet geven om verder te kunnen gaan. En niet dat over de komende jaren men blijft klagen over een kiessysteem dat onrechtvaardig is. Laten we er naar kijken. En ik zeg niet dat de NPS de ideeën heeft die alleen moeten gelden. Ik zeg van wij zullen dus in een samenspel met anderen, andere politieke organisaties, maar ook maatschappelijke groeperingen, om te komen tot een rechtvaardiger systeem. Okay, ik geloof erin dat we eruit kunnen komen. Ik kom straks daaruit uit het rechtvaardige systeem. Maar waarom moest het zo ver zijn gekomen dat een burger die zaak aanhangig heeft gemaakt bij het Constitutioneel Hof, maar alle partijen die nu aan de macht zijn, of ook al in de oppositie zijn, het initiatief zelf niet hebben genomen? Nee, dus er zijn verschillende trajecten, denk ik, die je kan bewandelen. Je moet weten dat wij nauwgezet hebben gekeken naar de initiatieven toen van meneer Weidenbos. U kent de positie van NPS toen. Wij hebben gezegd, wij vertrouwen dat zaakje niet. Dus wij zouden niet participeren in die discussies. Maar wat we wel hebben gedaan bij meneer Weidenbos is dat we onze ideeën op schrift hebben gesteld en naar die commissie toegestuurd hebben. We weten dat andere partijen hebben intensief meegedaan en wij geloofden er echt in dat de veranderingen zouden komen, maar in die end blijkt dat wij gelijk hebben gehad. Want het enige besluit, of een van de weinige besluiten die genomen zijn in, ik dacht, 2018 of 2019, is dat politieke partijen niet meer samen mochten werken. Maar de rest van al de inhoudelijke discussies over zetelverdeling, de posities van RRDR en dergelijke, die zijn niet aan de orde gekomen. Dus we hebben gelijk gehad, maar we zijn niet nu bezig. Dat is een traject die wij volgen, de formele weg, DNA, regering en dergelijke. Dus nu met de weg van het Constitutioneel Hof is één weg. En we zijn content met die weg. En het besluit welke genomen is door het Constitutioneel Hof op dit moment. Ja, meneer Ruslan, ik dacht in 2019 hadden oppositionele leden min of meer een compromis met de toen destijds coalitieleden, de NDP, hadden ze een stilzwijgende onderstanding om het kiessysteem ook te veranderen. En zoals u hebt aangegeven, heeft men alleen het niet meer samengaan in combinatie doen laten passeren. Betekent dat op dat moment in de historie van de geschiedenis dat de NDP de boel valikant voor de gek heeft gehouden? Want er was een stilzwijgende compromis dat men ook die kiesregeling zou aanpassen. Maar dat heeft men toen niet gedaan. Ja, dat is jammer genoeg geweest. En de mensen die hebben meegedaan en er geloof in hadden, die zijn voor de gek gehouden. In ieder geval, wij zijn niet voor de gek gehouden, omdat we het al vanaf 2016-2017 hebben gezegd dat wij niet participeren in deze discussies, omdat we het niet vertrouwen. We vertrouwen niet dat die regering, toen die zittende regering, inderdaad zou meewerken aan consensusgedachten die zouden worden ontwikkeld. En we hebben gelijk gehad, helaas. Meneer Ruslan, voorzitter van de NPS. Het Constitutioneel Hof heeft haar toetsing gedaan, dat is bekend. Maar het Constitutioneel Hof is niet de organisatie of de instantie die wetgevingsproducten kan maken en ofwel kan wijzigen. Dat is de Nationale Assemblée. Hoe kijkt u er naar uit dat binnen het parlement je maar 2/3 nodig hebt om een wijziging of een nieuwe regeling toe te passen? Moet dat gebeuren met 2/3? Want er gaan ook stemmen op die zeggen van hey, moeten we er geen referendum voor houden? En hoe ziet u dat ingekaderd met buitenmaatschappelijke groeperingen die ook een opvatting hebben? Nou, ik denk dat, wij hebben het al gezegd op andere plekken, dat voor zo'n belangrijke issue wij voorstellen dat het toch wel breed gedragen, ondersteuning gezocht wordt voor modellen die we mogelijk gaan ontwikkelen. En daarbij hebben we aangegeven dat u moet weten, en u weet het waarschijnlijk al, dat in coalitieverband, we reeds enkele weken bezig zijn intensief met commissies vanuit de verschillende politieke partijen om te komen tot voorstellen, basisvoorstellen. Maar dat het niet daarbij zou blijven, in ieder geval in onze optiek, maar dat er ook andere politieke organisaties zijn, in ieder geval vanuit het parlement, maar wat mij betreft mag het ook buiten het parlement zijn, om de ideeën en de gedachtegang van de verschillende groeperingen mee te nemen. Daarbij sluit ik niet eens uit, we praten over politieke organisaties, maar ik sluit ook maatschappelijke groeperingen
bedrijfsleven, VSB, ASFA en dat soort organisaties, zou ik erbij betrekken om met hun van gedachten te wisselen nogmaals, om tot een goed voorstel te komen dat breed gedragen wordt. En voor dit moment zouden we kunnen zeggen van ja, we moeten een referendum houden, maar ik denk dat ook gezien de tijd het handig zou zijn als het parlement, ook initiatieven gaat ontplooien om te komen tot behandeling van deze zaak en toch wel tot snelle besluitvorming. Want we zien dat de regering intussen reeds initiatieven heeft ondernomen en gezegd van we komen met een commissie en dergelijke. Maar ik denk dat ook het parlement, die uiteindelijk het besluit moet nemen, een actieve rol zal moeten vervullen hierin. Ja, meneer Rusland, hoeveel haast zit erachter? Want er is misschien een mogelijkheid, laten we hopen dat het niet gebeurt. Er zit een kans in dat hoogwaarschijnlijk deze regering haar rit niet gaat uitzetten. Laten we van de worst case scenario uitgaan en niet de best case, dat de regering haar rit niet uitzet en er moet een verkiezing komen. Hoeveel haast is er hierbij nu? Dus daarom, u geeft het eigenlijk zelf aan. Dat betekent dat wij ervoor zullen moeten zorgen dat wij toch wel heel efficiënt en effectief omgaan met onze tijd. En ervoor gaan zorgen dat we toch wel op korte termijn komen tot behandeling van deze zaak en het nemen van besluiten. Omdat, zoals u zegt, de verkiezingen zijn er voor 2025. Maar in de politiek weet je het maar nooit. En we moeten dus als samenleving in ieder geval ready zijn om op een goede manier, een verantwoorde manier, de komende verkiezingen te organiseren. Ja. Meneer Rusland, u met uw ervaring in worst case scenario, laten we ervan uitgaan dat er een verkiezing moet komen en de kiesregeling is er gewoon nog niet. Wat zou er dan gebeuren? Zo, dat is een situatie wat we natuurlijk zouden moeten bekijken, ook met onze juridische deskundigen en dergelijke van welk model. Ik kan nu niet zeggen welk model gevolgd zou moeten worden. Ik stel deze vraag omdat u daarnet zelf heeft gezegd binnen de politiek weet je het nooit. Dat klopt. Op dit moment heb ik geen pasklaar antwoord daarop. Alleen zou ik zeggen van laten we als parlement ervoor zorgen dat we binnen de kortste keren toch wel komen tot behandeling van deze zaken, afhandeling. Ja, ik ga er gevolgelijk van uit dat als een heel oude partij, oud in de zin van ervaring, dat jullie ook al een beetje hebben over nagedacht van in welk model jullie graag zien. Wat is jullie eerste gedachtegang? Welk model jullie graag zien? Dus wij hebben een commissie die participeert binnen de discussies, zoals ik eerder aangaf, die op dit moment plaatsvinden. Er zijn verschillende gedachten, ook mag u weten, binnen de NPS. Verschillende gedachten van landelijke evenredigheid tot districtenstelsel. Als je gaat kijken naar de uitspraak nu, als je landelijke evenredigheid zou willen hebben, dan zou je natuurlijk veel verder moeten gaan en ook een langer proces moeten doorlopen. Maar als dat wel de oplossing biedt, voor de problemen die we hebben, dan zullen we die weg moeten ingaan. Maar er zijn ook combinaties die vanuit de partij bekeken worden en ook ter tafel gebracht zijn. Eén daarvan is dat je bijvoorbeeld kijkt naar de situatie waarbij je toch wel rekening wil houden met de input van de districten binnen het totale beleid. Dus dan ga je in dat model rekening houden met de participatie van de districten. En dat je rekening houdt met ook een gedeelte waarbij je kijkt naar het totaal aantal uitgebrachte stemmen over het hele land. En daar rekening mee moet houden. Simpel gezegd, dat je bijvoorbeeld zegt dat je per district een aantal zetels toekent. En wat overblijft natuurlijk, dat je dat gooit op de lijst van de landelijke evenredigheid. Zoals het eigenlijk in de jaren 70 en 60 ook is geweest al in Suriname. Dus een vast model, ik weet dat er discussies zijn, verschillende meningen, maar nogmaals, ik zeg all hands on deck, laten wij komen tot een systeem waarbij we met een breed toch wel draagvlak hebben voor dat systeem. Ja, meneer Gregory Rusland, een van de organisaties die nu deel uitmaakt van de regering, dat is de ABOP. Denkt u dat deze organisatie eventueel mee gaat willen werken als het gaat blijken dat in consensus er een model uit voortvloeit waarvan zij bekijkt van afkomen? Ik zou niet vooruit willen lopen. Binnen de coalitie hebben we afspraken gemaakt aan het begin ook. Van luister,
het kiessysteem gaan we evalueren. En wij zullen samen natuurlijk moeten komen tot zeg maar besluiten. En ik denk dat het niet goed voor mij zou zijn om nu vooruit te lopen op wat de ABOP misschien wel of niet zou willen. Ik heb wel gemerkt dat in ieder geval vanuit de kopstukken vanuit de ABOP die ik gesproken heb, dat die zeggen van, we moeten het op tafel kunnen leggen, we moeten erover kunnen praten. En daar wil ik van uitgaan. Ja, maar iemand heeft me, een oude politicus met heel veel ervaring, heeft me heel lang geleden uitgelegd, waarom zou iemand iets willen veranderen als het in diens nadeel is? Waarom zou dat moeten? Dat klopt. Toch zeg ik van de situatie die we hebben gehad tot nu toe, hoeft niet een permanente situatie te zijn. Die weten, de politiek veranderen dingen heel snel. En ik denk dat als je er nu voordeel uit kan hebben, hoeft het morgen niet zo te zijn dat je er voordeel uit hebt. Waar we vanuit moeten gaan, nogmaals, is dat wij een redelijk systeem, een rechtvaardig systeem moeten ontwikkelen. En dat we dan ervan uit moeten gaan dat alle partijen de mogelijkheid hebben om binnen dat systeem hun werk te gaan doen, om ervoor te zorgen dat zij een politieke winst halen bij de volgende verkiezingen. Dus meneer, wat dat betreft is het voor mij een open veld, voor meneer, iedereen. Meneer Rusland, tot slot, hoeveel pijn doet het de NPS dat ze relatief meer stemmen hebben gehaald dan ABOP? Als ze toch minder zetels hebben gehaald? Hoe pijnlijk is dat? Wij hebben steeds gezegd dat we het systeem dat er bestaat, dat wij dat respecteren. En als dat systeem leidt tot een bepaald resultaat voor ons, nogmaals, dan is dat het. En daar moeten wij mee leven. Waar wij voor moeten zorgen is dat als het systeem ongewijzigd zou blijven, dan zouden wij ons moeten voorbereiden om binnen dat systeem toch wel een beter resultaat te halen bij de volgende verkiezingen. Ja, denken dat het systeem gewijzigd zal worden, zullen we ook binnen dat nieuwe systeem, wat we met z'n allen moeten gaan ontwikkelen, zorgen dat we binnen dat systeem een betere positie zullen gaan moeten verwerven als NPS. Ja, maar u zegt, we moesten ermee leren leven, maar dat betekent niet dat jullie gelukkig zijn. Nee, absoluut. Kijk, als je zo hard gewerkt hebt en je merkt dat voor elke zetel van de NPS wij 11.000 stemmen nodig hebben gehad. Als je dat vergelijkt met onze partners, de VHP, die heeft voor elke zetel 5.000 stemmen ongeveer nodig gehad. De NDP zelf heeft denk ik minder dan 5.000, ik denk iets van 4.000 stemmen nodig gehad per zetel. De ABOP, BEP, Partij Hoer minder. Dan begrijpt u dat het natuurlijk een hele scheve situatie is. 11.000 stemmen per zetel, dat is een heleboel. En maar we kunnen natuurlijk zeggen dat we er niet happy mee zouden zijn, maar dat is het systeem. En zoals ik zeg, van als democratische partij respecteren we de systemen die gelden binnen het rechtssysteem in het land. En daar houden we altijd rekening mee. Meneer Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname, de NPS. Tevens ook nog parlementariër. Mag ik u dank zeggen voor uw bijdrage in deze uitzending. Aldus Gregory Rusland, de voorzitter van de NPS, in gesprek met Farid Pirkan. Deze kieswetgeving dient met 2/3 meerderheid te worden aangenomen, zo bepaalt de grondwet. Dat betekent dat bij een volledige aanwezigheid in DNA 34 stemmen nodig moeten zijn om de kieswetgeving aan te nemen. Dat betekent ook dat de grootste coalitiepartij alleen niet in staat zal zijn om het vereiste aantal stemmen te vergaren voor goedkeuring van de wetgeving. De medewerking van de NPS en de ABOP en PL zal in deze vereist zijn. De ervaring leert dat politieke partijen hun standpunt met betrekking tot het kiesstelsel bepalen op basis van welk profijt het voor hun meebrengt. In deze is het kiesstelsel in het voordeel van de ABOP. Althans, de partijen die hun zetels halen in onder andere het binnenland. De verschillende politieke partijen zullen zich nog uitspreken over de uitspraak van het Constitutioneel Hof. Het Hof is een grondwettelijk orgaan en de politieke partijen dienen zich aan de uitspraak van het Hof te houden. Wat nu moet komen is dat er een nieuw kieswet moet komen. En dat was het voor deze aflevering van Achterklap. Morgen zijn we terug met een nieuwe aflevering. Goedenavond.